Zoveel stokjes. Goed voor knutselwerken. Bouw de zijkanten. Deze doos ziet er oud uit. Neem deze kranten. Het zal een beetje warmer zijn. Een kat klom in de doos. Nu hebben we kittens. Wie heeft ze in het afval achtergelaten? Een kat leeft in hopen afval. Ik heb veel afval. Ik laat het hier. Oh, katje. Je bent helemaal alleen. Zo schattig. Je bent een mama. Klim in de doos. Laten we naar de dierenarts gaan. Kijk eens wie ik gevonden heb. Laten we eens onderzoeken. Oh, de mama heeft een ontwrichte poot. Ik geef haar een spuitje. Laten we alles verbinden. Goed werk, Anna. Ik kon ze niet achterlaten. Ze zijn zo schattig. Eentje klom zelfs op het hoofd van de dokter. Beterschap. Een schep. Knip het handvat af. Omcirkel het op piepschuim. Nu hebben we randen. Doe er een deksel met gaten op. Geweldige borstel. We hebben een deel nodig. Nu kan onze egel een bad nemen. Oh nee, wie heeft de egel in een kooi gestopt? Merida liep door het bos. Oh. Ik heb wat bessen nodig. Wat is dit? Een kooi? Baby egel, ik zal je redden. Aha. Bedankt, uil. Ga in de tas. Laten we je naar het ziekenhuis brengen. Kitty staat altijd klaar om te helpen. Hallo. Deze egel moet in bad. Aha. Hij zal dit heerlijk vinden. Warm water. Een beetje schuim. Thank you. Ah. Schattige egel. Het ziet er charmant uit. Schoonheid, poseer eens. De perfecte foto voor een hondenpaspoort. Versier het potje met een etiket. Sluit het. Maak een spuit. Voeg een tip toe. Klaar. Routinevaccinaties zijn essentieel om dieren gezond te houden. Nee, ik wil echt een vriend. Wat dacht je van een katje? Nee, een vogeltje. Ouch. Oh, een hondje. Ja, het is prachtig. Ik noem je Fifi. Laten we een paspoort voor je maken. Perfect. En nu een spuitje. Ze is bang voor injecties. Het is helemaal niet eng. Net als een muggenbeet. Wees gezond. Laat je een plastic fles nemen.
Bereid de hals voor. Siliconen dispenser. Splits de doos. Versier met papier. Voeg een etiket toe. Vul het met babyvoeding. Nu is het voeden van babydieren heel handig. Jasmine heeft nu een huisdier. Raja is nog vrij klein. Eten voor het huisdier van de prinses. Help jezelf. Snoep voor de tijger. Ze smaken ook niet lekker. Wat ben je aan het eten? Geen fruit, geen fastfood. Ik heb een dierenarts nodig. Oké. Hallo, hoe kan ik helpen? Raja eet helemaal niet. Aha. Natuurlijk niet, hij is een baby. Hij heeft babyvoeding nodig. Mooie fles. Bon appétit, Raja. Eet smakelijk. Je groeit voor mijn ogen. Krimpende magie. Voeg een etiket toe. Maak een pipet. Vlooienmiddel is geweldig om parasieten te bestrijden. Anna kwam thuis met kittens. Je bent nu thuis. De huisdieren renden meteen op verschillende kanten op. Oh, je bent zo snel. Hé, dat is een mooi katje. Oh, wat is dit? Vlooien? Oh, die heb ik ook. Ik heb een vlooienmiddel nodig. Wacht eens even. Okay. Dit is een effectief medicijn. Aha. Alsjeblieft. Thank you. Anna zal je behandelen. Nu zullen de vlooien ons niet meer lastigvallen. Maak de pot schoon. Voeg vulling toe. Volle pot. Voeg wat katoen toe. Nu hebben we een deksel. Vitamines voor je kippen. Rapunzel heeft haar eigen ranch. Hallo, laten we aan het werk gaan. Hoe gaat het met mijn kippen? Wat? Niet één ei? Waarom? Dit ziet er slecht uit. Ik moet de dierenarts bellen. Hallo, ik wacht op je. Oké. Hallo, hoe kan ik je helpen? Kippen leggen geen eieren. Geef ze vitamine en alles wordt weer normaal. Onmiddellijk resultaat. Er is een nieuwe aanwinst voor de familie. Deze vitamines zijn een echt wonder. Wow. Dokter, je hebt me gered. Deksels klaar. Voeg de buis toe. Vul met lichte klei. Verf alles, puur goud. Elke deelnemer krijgt een bokaal. Maak een medaille. Rood lint. Gouden teken. En standaard voor de kampioenen. Deze bekers zijn geweldig. Laten we onze wedstrijd beginnen. Welkom bij het jaarlijkse hondenshow. Elk huisdier zal ons zijn talenten showen.
kleine Charlie is eerst. Wauw, dit hondje kan een Lego set in elkaar zetten. Zo slim. Wauw. Chihuahua-baas is de volgende. Echt niet. Ja, hij is de beste in het eten van snoep. Bravo, dit hondje heeft veel gegeten. Ik geloof in je, Fifi. Elsa's hond sprong op een skateboard. Coole trucs. Niemand had dit verwacht. Fifi is een kampioen. Hier is jullie medaille. Voor schoonheid en vaardigheid in het schaatsen. Elke hond heeft een talent en iedereen kreeg zijn prijs. Een bolletje boetseerklei verandert in een gans. Vorm kleine details en pootjes met een boetseergereedschap. We kunnen veren maken van viltwol. Laten we knippen. Gele pastelkrijt zal de veren schilderen. Donkere ogen en wat schaduwen. Moeder gans miste haar baby. Oh, er zijn er zoveel. Een ganzenfamilie loopt door de stad. Je moet voorzichtig zijn als je de weg oversteekt. De auto's geven altijd voorrang aan deze familie. Want ganzen lopen altijd volgens de regels. De familie gaat naar het park. De kinderen werden afgeleid en raakten achterop. Uh-oh, ze verwarden een kat met hun moeder. Oeps, en nu met een hond. Op hetzelfde moment zaten dokter Claire en haar vriendin op een bankje en merkten de kinderen op. Oh. We moeten deze ganzen bij elkaar zien te krijgen. Claire, hier zijn hun ouders. Oh, je bent zo schattig. Het lijkt wel of je je kinderen kwijt bent. De familie is eindelijk weer bij elkaar. Deze oude Kigurumi zal een nieuw karakter tot leven brengen. Knipvliesstof. Neem garen en verbind alle details om het lichaam van een leeuw te maken. Voeg apart een hoofd toe. Draad, je hebt werk te doen. Onze leeuw heeft een geraamte van de draad nodig. Bevestig kleine steentjes. Voeg meer volume toe met synthetische vulling. Kunstbont maakt een prachtige manen en een kwastje aan zijn staart. Vergeet niet een paar ogen. De leeuw zal zelf het juiste garen kiezen. Kussentjes van kunstleer zullen de pootjes beschermen. Wat zullen we de baby te eten geven? Heeft hij geen honger? Raar, hij heeft een wortel gepikt. De leeuw verveelt zich. Hij weet niet wat hij moet doen. De medewerker merkte het en bracht er hem wat lekkers. Bezel vond de kip niet lekker. Hij raakte het niet eens aan. Misschien een biefstuk? Dat ziet er niet goed uit. We moeten hem laten onderzoeken. Laten we wat slaappillen halen. Sst, het lijkt erop dat hij in slaap is gevallen. De dokter is bezorgd. Een lichamelijk onderzoek is niet genoeg. We moeten een MRI doen. Alles was duidelijk op het scherm. Onze patiënt is gewoon een vegetariër. En al die tijd wilde hij alleen maar groenten en knuffels. We moeten hem een wortel geven en hem laten gaan. De leeuw is ongevaarlijk. Laten we wat nieuwe dieren maken. We beginnen met boetseerklei. Maak een lichaam van een kleine beer. Misschien is dit een ijsbeer. Nee, je bent op het verkeerde continent. Doop de beren in de wol. Oh, het is een schattige panda. Voeg ogen toe, een neus en highlights. Wil je wat bamboe, kleintje? Claire zorgt voor kleine panda's. Ze hebben liefde en zorg nodig. Yes. Maar de beren zijn actief en gelukkig. Ze zien er zo gelukkig uit. Het is tijd voor een hapje. Claire heeft de beren gevoed. Ze knuffelen, gingen liggen en nu zijn ze in een goed humeur. Nou, baby, zullen we een wandeling gaan maken? Houten spiezen gaan in de rechte lijn. Laten we ze vastzetten. Voeg loodrechte stukken toe.
bevestigt de houten spiezen in een piepschuim blok. We kunnen ook deze takken gebruiken. Dit is een erg comfortabele ladder. Verf de basis zodat het op hout lijkt. Mos zorgt voor de juiste sfeer. Een band aan een touw dient als schommel. Het is zo leuk om op deze ladder te klimmen. Panda's hebben veel plezier op hun nieuwe speelplaats. Claire nam de baby's mee naar de achtertuin. Kom hier, niet bang zijn. Kijk, je moet klimmen. Maar het duurde niet lang. De beren voelden zich al op hun gemak op de speelplaats en genoten van het verkennen. Claire is blij. De panda's vinden het geweldig. Haal een stuk draad uit de oude kledinghanger. Plaats de staanders in de doos en voeg de tweede laag toe aan de bovenkant. Deze fonkelende rietjes zullen goed van pas komen. Vergeet de wieltjes van de knopen niet. Verf het bakje zodat het op metaal lijkt. Giet de oude oogschaduw eruit. Metalen bakjes veranderen in bakjes voor medische instrumenten. Vorm draad om een stuk voor een schaar te maken. Maak een mesje. En een instrument is klaar. Er is een grote pincet en zijn jongere broer. Baby, ga bij de schaar. Er is hier een handig pakje voor natte doekjes. Van een plastic doos kunnen we een prullenbak maken. Een bak met medische apparatuur en materialen is een must-have voor een dierenartscentrum. Een grote hond met een bezeerde poot kwam Claire opzoeken. Arm ding, wat is er met je gebeurd? Ze heeft zich bezeerd aan een stekelige struik. Oh, we maken het wel. Maar de hond is bang voor medische ingrepen. Dat is niet erg. Ik zal een aanpak voor haar vinden. Na een leuk gesprek met Claire en lekkere hapjes was de hond nergens meer bang voor. Ze zal nog even moeten wachten. Claire gebruikt instrumenten en verwijdert voorzichtig de doorn. Ook trimt ze het gezicht, maakt haar oren schoon en geeft haar een spuitje. Nu is de hond helemaal oké. Blijf gezond! Neem een stuk nitrielhandschoenen. Doe er dubbelzijdig tape op. Buig een draad om een vorm van vleermuisvleugels te maken. Verbind de helften met elkaar. Laten we vliegen! Vorm een gezicht van boetseerklei. Bind een pijpenrager om een paar knopen te maken. Maak een pluizig lijfje vast. We hebben een hele rij vleermuisvleugels gemaakt. Vergeet de pootjes niet. Oh, er zijn er zoveel dat we ze nauwelijks kunnen tellen. We kunnen kleine luiers maken van een oude stok. Combineer een laffertje en een kraal. En een rondrennend monster laat een paar knallers vallen. Er zijn genoeg binkies voor iedereen. Jane kwam laat op de avond terug. Pas op, je let helemaal niet op de weg. Auw! Het arme meisje was zo druk met haar telefoon bezig dat ze struikelde. Intussen stond ze oog aan oog met een kleine vleermuis. Zo schattig. Ik moet voor hem zorgen als zijn moeder er niet is. Deze oude doos zal een drager zijn. Waar komt dat geluid vandaan? Wauw, je broers en zussen zijn hier. Ik zal jullie allemaal moeten redden. De dokter wilde net weggaan toen Jane binnenkwam. Hi. Help ze alsjeblieft. Oh. Mijn moeder laat me al deze vleermuizen niet houden. Oké, ik zal je helpen. Claire trok haar operatiekleding weer aan. Eens kijken, ze zijn allemaal nog zo klein. Ze hebben zachte luiers nodig. Is dit comfortabel? Zeker weten. Ga wat rusten. Oh, je hebt waarschijnlijk honger. Yes. Melk en verzorging zal je snel goed doen. Het zijn zulke schatjes. Waarom is iedereen bang van ze? Snap! En een kartonnen strook werden kleine vierkantjes. Bedek ze met een zachte laag. Voeg een klein touwtje toe aan de zijkanten. De rietjes moet je zo ver mogelijk uittrekken. Gebruik een buigzame deel voor een pijp. Maak openingen in de kartonnen stukjes. Laat een doolhof bouwen. Karton met structuur zal dienen als een ladder.
En schuimpapier met glitters wordt een klein huisje. De dieren moeten genoeg ruimte hebben voor voedsel en water. Bedek de bodem van een plastic doos met een vulling. Een comfortabele kooi als deze is als de hemel voor het knaagdier. Irene is dol op haar hamster. Deze pluizige kleine baby neemt al haar tijd in beslag. Ze heeft de kooi van alle gemakken voorzien. Rietjes, plankjes, een huisje en een comfortabele plek voor eten. Willy, het is tijd voor een hapje. Maar de gulzige hamster at zoveel dat hij vast kwam te zitten in de buis. Oh, wat moet ik doen? Ik moet naar de dierenarts. Mevrouw Claire, we hebben een noodgeval. Zat je vast? Dat is niet erg, dat gebeurt. Claire gebruikte een tractatie om hem eruit te krijgen. Oh, het was een vals alarm. Iedereen is in orde. Oh, bedankt. Ik was zo ongerust. Tot ziens. Irene kwam thuis. Hamster Willy zit warm en comfortabel in haar zak. Het belangrijkste is dat hij niet besluit om nieuwe gaten in haar shirt te kouwen. De zeemeermin zou haar onderwaterkoninkrijk moeten verlaten om de dierenkliniek te helpen. Het is tijd om van haar staart af te komen. Maak stukken voor een blouse van katoenen stof. We hoeven ze alleen maar aan elkaar te naaien. Het past er geen goed. Voeg een kristallen knoop toe en begin te werken aan de broek. Een lichtblauwe stof zal perfect zijn om de doktersbroek te maken. Eén links, één rechts en de broek is klaar. Deze outfit staat Ariel geweldig. Ik ben een stap dichter bij mijn droom. We hebben een hoed nodig. Maak een basis van schuimpapier. Bedek het met stof en versier het met een lapje met een rood kruis. Nu is Ariel gekleed voor haar werk. We hebben alleen nog schoenen nodig. Neem de juiste stukken. Maak openingen met een priem. Een paar bewegingen. En de crocs zijn klaar. Ariel gaat naar de dierenkliniek om haar eerste patiënten te zien. Er is zoveel te doen in de kliniek. Je moet je pasgeboren puppy zorgen en alle patiënten eten geven. Niemand zal honger lijden. En de huisdieren die liefde nodig hebben, zullen het 100% krijgen. Ik kan de hele dag met je spelen. Dit schepsel, gemaakt van lichte klei, komt tot leven. Wie is dat? Daar kom je later wel achter. We kunnen draad gebruiken om een frame te maken. Maak een paar ballen. Eentje wordt de kattenkop. Herken je deze oren? En aan de andere kant een hondenkop. Lange oren, grote neus. Het is CatDog. Wauw. Elke helft heeft een paar poten. En natuurlijk, het wil al ergens heen rennen. Niemand gaat weg zonder zijn vaggenverf te hebben. Verfde kattenhond zijn kenmerkende kleuren. De neuzen zijn verschillend. De hond heeft een paarse en die van de kat is bruin. Teken de ogen, zodat de CatDog kan rondkijken. Glimlach alsjeblieft. Voeg pupillen toe. Kat? Hond? Kat? Hond? We zijn weer samen. Het is nog niet gedaan. We hebben vlekken nodig op de vacht. En tanden. We hebben ze nodig om afval te kauwen. Kat en hond zijn twee mannen die in hetzelfde lichaam wonen. Het is moeilijk om een compromis te vinden als je zo verschillend bent. Een gewone avond in het huis van de kat eindigt met het kijken naar tv-programma's. Na het kijken van al die tv-programma's heb ik honger. Ja, ik heb wel trek in een snack. Laten we eens kijken wat er in de koelkast ligt. De eerste die erbij is, krijgt het eten. Maar CatDog vond niks lekker. Nou, we hadden gisteren niet alles op moeten eten. Er zijn alleen restjes. We hebben geen keus. Op hun vier pootjes gingen ze naar de stad om iets eten te zoeken. Zullen we wat te eten kopen? We kunnen een tafel reserveren. Ober! Oh kat, ik ben zo terug. Instinct leidde de hond naar de vuilnisbakken. Hey, hond, wacht even. Ik dacht even dat we een overeenkomst hadden. Smakelijke vuilnis. Oh, ik voel me niet goed na het eten van dat bedorven voedsel. Mijn buik doet pijn. We moeten naar het ziekenhuis, hond. Veeg de zinnen af die op de container geschreven staan.
Een echo-apparaat heeft een behuizing nodig die geen licht doorlaat. Laat het verven. De technici zijn al bezig met het bedieningspaneel. Elke knop moet op de juiste plaats zitten. De machine werkt perfect. Verf een leeg oogschaduwpalet wit. De monitor zal beelden van de machine laten zien. Voeg een zacht frame toe. De monitor gaat op een flexibel frame. Een oude koptelefoon zal helpen bij het stellen van een diagnose. Maak de draden vast. Jee, we zijn op tijd! Ariel is nog steeds hier. Ariel, we hebben je hulp nodig. Het is alsof ik een steen in mijn maag heb. Het is allemaal de schuld van de hond. Ik zal eens kijken. Alsjeblieft, leg op de tafel. Nou, laat eens kijken. Oh, ik hoor een vreemd geluid. Ik moet het controleren. Laat een echo maken. Ik wist het. Hond, je moet het voedsel dat je eet voorzichtiger kiezen. De extractieprocedure duurde maar een paar minuten. Wat een stom verband. Ik moet het nu dragen. Maar ik heb tenminste geen last meer van het bot. Ariel, je bent een redder in nood. Beterschap. Vorm het lichaam van een uil uit boetseerklei. Brede vleugels en een paar dunne pootjes. Plaats kraalvormige ogen. Maak een veerachtige textuur. De kleur is zo schattig. Wat een mooie vogel. Voeg meer veren toe. Uilen zijn erg wijs en die van ons is geen uitzondering. Ginger liep door het park toen ze vreemde geluiden hoorde. Een uil riep om hulp. Oh, dat is wie het was. Kom hier. Ik breng je naar de dokter en alles komt goed. In de wachtkamer ging de consulent trots op wat Ginger had gedaan. Bedankt voor het verzorgen van de vogel. Wil je haar helpen? Natuurlijk. De dierenarts onderzocht de uil. Haar pols is normaal, maar ze is een beetje bang. Het is duidelijk, ze heeft een lichte vleugelontwichting. Ik heb verband nodig. De materialen werden meteen gebracht en Ariel heeft de vleugel gerepareerd. Nu blijft ze in onze kliniek tot ze weer gezond is. We kunnen dit tiktakbakje gebruiken om schubben te maken. Bedek de bovenkant. Deze schubben zullen er beter uitzien in het roze. Knip een deel van de deksel. Het heeft een handige zitting om verschillende dieren te meten. Kleine huisdieren hebben een constante zorg nodig. Vooral als het om hun gezondheid gaat. Je moet deze kleine haarballen wegen en hun gewicht opschrijven. Als het gewicht genoteerd is, mogen de dieren in de toren spelen. Ze vergeten meteen al hun stress. Bekleed een plastic cirkel met pluizige stof. Omwikkel een deel van het rietje met bindtouw. Pompons zijn zo schattig. Gebruik er één als hanger. Deze felle bal zal de aandacht van de kat trekken. Er was een kleine rij naar de dierenarts. Honden, katten, hoeveel zijn het er? De katten hoorden blaffen, sisten en begonnen rond te rennen in de wachtkamer. Geen paniek, we lossen dit wel op. En een consulent bracht een krabpaal voor de katten. De dieren waren geïnteresseerd en begonnen er meteen mee te spelen. Laten we een koffer pakken. Knip een flosdoos zoals deze. Er zit zwarte lichte klei in van de binnenkant. Verf het wit. En een zijden koord is sterk genoeg om de medicijnen in te bewaren. Teken een rood kruis op de bovenkant. Wat zit er in een dokterskoffertje? Een stethoscoop en heel belangrijke pillen. Ariel helpt elk dier in nood. Niet alleen die in haar kliniek. Er zijn een heleboel wezens in de zee die haar hulp nodig hebben. Het gestreeuw van de dolfijn trok haar aandacht. De baby heeft hulp nodig. Er zit vast iets in zijn mond. Laten we eens beter kijken. Oh, ik zal het maken. Laten we proberen het eruit te halen. Het is me gelukt. Joepie, nu is alles goed. Ariel gebruikte een zalfje uit haar koffer om de dolfijn sneller te laten genezen. Het is zo fijn om alles wat je nodig hebt binnen handbereik te hebben.
Maak een heleboel rechthoekige pagina's van dik karton. Elke patiënt krijgt zijn eigen dossier. Maak openingen om in te binden. Steek de bladzijden in de omslag en bind ze samen met ringetjes. Plak er een fleurige omslag op en voeg foto's van alle patiënten toe. Laten we de gegevens van vandaag bekijken. Nou, de kat wordt wel beter. En deze hond moet nog een keer nagekeken worden. De dierenarts nam haar dagboek mee en ging op ronde. Maak omtrekken voor een reismand met dubbele wanden van karton. Bekleed het frame met schuimpapier. Bedek de bevestigingspunten met glitterstrips. En een paar frames en een net worden een handige deur. Versier de reismand met kralen. Voeg een handvat toe en teken pootafdrukken. Ginger nam haar kat voor de eerste keer mee naar buiten. Het is tijd om de wereld om je heen te ontdekken. Maar de kat is bang om naar buiten te gaan. Wees niet bang, lieverd. Je zult het geweldig vinden. Toen de kat eindelijk buiten kwam, begreep hij dat er niets was om bang voor te zijn. Hij rent en speelt met zijn baasje. Je bent de dapperste kat in de wereld.